Startvrij, dames en heren, voor de derde koers. Fabio Bianco, na koersen, paradepaard, Duindicht 2016 prijs. Paarden stellen zich op. Onder nummer 1 Gerholandia, Willem van der Pijl. De 2 Hasek Boko, Hugo Langeweg junior. Nummer 3 Gloria Petnik, Jaap van Rijn. De 4 Daro Leen, Jan Thijs de Jong. Nummer 5 Final Destination, Rob van Toor. De 6 Felton Moon River, Robin Bakker. De 7 Good Looking Lady met Caroline Albers. En de 9 George Baldwin, Jesse Terborg. Paarden achter de auto. Auto in beweging en de paarden nemen plaats. Galoppaden zien we van Hasek Boko. 100 meter nog. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de leiding Gloria Petnik. Gloria Petnik die neemt de lengte voorsprong. Hasek Boko maakte voor de start een galoppade, maar die is redelijk dichtbij. Als de paarden dan de eerste bocht ingaan, wordt de leiding intussen overgenomen door Final Destination. Final Destination, maar lang mag hij niet van leidende positie genieten. Want Felton Moon River en Robin Bakker die komen in het tweede spoor naar voren om af te lossen. Final Destination in tweede positie en daarachter volgt dan Gloria Petnik. En zo komen de paarden de bocht uit en zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Achter de leiders volgt op dit ogenblik Daro Lane. Paarden komen zo dadelijk voor de panoramazaal. We kijken ook even naar de start van het veld. Daar ligt op dit ogenblik George Baldwin. En de paarden zijn in compacte formatie halverwege de rechte lijn voor de tribune. Robin Bakker kijkt eens om, ziet dat hij met Felton Moon River niet lang meer van de leiding mag profiteren. Want Caroline Albers die drukt door met Good Looking Lady. En daarachter komt aan de buitenzijde ook Hasek Boko van de laatste plaats naar de tweede plaats. En mogelijk gaat hij door naar de leiding. En dat is een hele knappe prestatie nu al, want die was helemaal niet zo best van start. Hasek Boko neemt nu een lengte voorsprong. Good Looking Lady op de tweede plaats. Daarachter volgt op de derde plaats Felton Moon River. George Baldwin wordt door Jesse Terborg in het tweede spoor naar voren gestuurd. Komt nu naast Final Destination. Daarachter volgt dan Daro Lane aan de buitenzijde van Gloria Petnik. Die ook in beginfase even van de leiding mocht genieten. En laatste van het peloton is Gerholandia. De paarden zijn nog 900 meter van huis. En het is aan de kop. Hasek Boko met een lengtevoorsprong op Good Looking Lady. Daarachter komt aan de buitenzijde George Baldwin. Die gaat de tweede plaats nu innemen. En langs het laantje van Jochems gaat hij heel brutaal de aanval open op Hasek Boko. Het is Hasek Boko. Boko aan de binnenkant, aan de buitenzijde is het George Baldwin. Dat zijn de aanvoerders met Good Looking Lady nog goed en dichtbij. Daarachter volgt dan Daro Lane. En zo gaan de paarden dan de bocht door. Daarachter Felton Moon River, die heeft het beste gegeven. Zakt terug, Final Destination en Gerholandia zijn de laatste twee. George Baldwin neemt afstand bij het ronden van de laatste bocht. En met ingaan van de laatste rechte lijn en 400 meter te gaan, is het George Baldwin die leidt. George Baldwin. 7 galop. Terwijl Good Looking Lady onder de bel van uitschakeling is gevallen. En uitgeschakeld, 2 gaan op. Te ontwaren voor Hasek Boko, ook die is uitgeschakeld. Langs de intersectie van de banen, George Baldwin die leidt nog altijd. George Baldwin is de leider met anderhalve lengte voorsprong. Daar komt aan de buitenzijde de nummer 6, Felton Moon River nog terug voor meer. Dat hadden we niet verwacht, daar komt hij dan. Maar het is George Baldwin die leidt, daartussendoor ook nog Gloria Petnik, die naar een effectieve tweede plaats lijkt te gaan. Daarachter op de derde plaats dan de nummer 6, Felton Moon River. Dan Daro Lane en Final Destination. Voorlopige uitslag 9-3-6-9.